10 oktober 1760, 10 oktober 2010. Het is vandaag precies 259 jaar geleden dat de toenmalige kolonisator gedwongen werd de eerste vredestraktaten te tekenen met de Marons. In het kader hiervan en ter viering van de Dag der Marons zijn er vanmorgen kransen gelegd bij het monument van 10 oktober 1760. De vende van de voorli. Ugigantangete na konde masa. De otoe watari agoloma manga den fosuwa fui. Ja. Otoe Watari-ritueel is een onderdeel van de herdenking van de Dag der Marons. Dit plengoffer is gedaan bij het monument van 10 oktober 1760 door een vertegenwoordiger van het traditioneel gezag. Volgens Wesley Misijan, voorzitter van de commissie Herdenking Ondertekening Vrede met de Marons, is deze dag een belangrijke dag voor elke Maron, ongeacht van welke stam ze afkomstig zijn. Den sama voor Afesi, den gaan voor Bashia, en den potuan de igu voor Vrede. Bashia wan voor de belangrijkste in je libi, na teifi, dat je poïdui zijn in Bashia. En den sama voor den gaan we Afesi, en in heet Bashia, den feti, en den kon teken Vrede aan den baka, die beetje ja kon je Afesi, of konfi. Taki den fi en den kanta pedetan. En Bashia Uwani roep alle sama op. Totale Surinaamse bevolking. En in het bijzonder Amaron gemeenschap. Fu tekia eenheid sa den sama fu be demonstreer. En fu woko gomiti a ontwikkeling fu sana. Willem Souvenir, vertegenwoordiger van het traditioneel gezag, zei: Una knapja so fu mek moi fesi. Ma u knapja ina ning fu buskondre. Hij gaat verder aan dat het plengoffer is gedaan om de voorouders die hebben gestreden voor de vrijheid te gedenken. U hoort ook Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrika's Renamang, die aangeeft dat deze dag de gehele Surinaamse samenleving dichter bij elkaar moet brengen. Taki membre, taki nawang, nationaal feestdag. Ay papa. Pe etapu rokofu. Japanese, Naso. Ingi, Naso. Hindustani, Naso. Kai consuma iwan Chinese, ai papa. Bena de ne wan tapu de wenkri, ai papa. Ma itapu de nyang, Naso. And de gi respect in our day for we, Naso. Baka bubashato afikan, Naso. De gi respect in our day, di a president taken one day, Naso. Go accord for gibus kondre wan free day, Naso. Datu mus abi if one bow accord this up. And for this man, denk Lloydman Pansoen, Lloyd Karen, die feti, kort aan Fos feti, die zijn feti, in die 1760. Na alles aan ouwe begin. De was aan ouwe begin, of aan boom begin, dat ik omhoor vara. Noe zo is hier de edisi of vara odoro. Je want dat kunnen we grantangi, de wani, hier hebben we skopodisi, en we maken wat mooi leven. Grantangi. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang. En daarvoor Willem Souvenir, vertegenwoordiger van het traditioneel gezag. Zij spraken vanmorgen na de kranslegging bij het monument van 10 oktober 1760 in verband met de herdenking van de Dag der Marons.